Jeroen, je staat nu bij de top 4 van de wereld. We hadden Delevaux, Madden en Bengtson hadden we al vooraan staan. Jij komt gewoon vanaf plek 12 erbij. Wat zegt dat over vandaag? Ja, dat zegt in ieder geval dat Zenit SFN ongelooflijk gesprongen heeft hier de hele week. Hij heeft de hele week op dit concours maar één foutje, één springfout gemaakt en één tijdfout. Maar daar kon hij niks aan doen, dan was ik net zelf iets te langzaam. En vandaag dan dubbel nul. Ik wist gewoon dat ik vandaag dubbel nul moest zijn om überhaupt nog kans te maken om bij die beste vier te komen. Want het veld is zo sterk. Ja, met één fout en nul had je dat echt niet meer gehaald. Dus ik wist dat dubbel nul, dat moest het zijn. En dan hopen dat het parcours zo zwaar is dat er genoeg fouten komen van de anderen. En dan hopen dat je er net inglipt. En dat is gelukt. Ja. Je zit er als eerste Nederlander bij sinds het ontstaan van de wereld eruit te spelen. Weet je ook hoe lang het geleden is dat wanneer de laatste Nederlander in de Final Four stond? Ik weet wel wie de laatste Nederlander was, maar hoe lang dat geleden is, dat weet ik niet. 36 jaar en wie waren het? Johan Heijns. Met? Even denken, hoe heet het apart? Seven Valleys. Nee. Maar je vertelt Pandoor. Oh, Pandoor, ja. Pandoor. Nou even het ideale scenario van morgen. Ik bedoel, je zegt ervan, ik word niet wereldkampioen met mijn eigen partner Maxi, maar dat kan wel, hè? Dat zou het mooiste zijn. Het kan, dat zou uiteindelijk het mooiste zijn, ja. Nou, laten we daarvoor duimen. Oké. Okay.